a tramp. Hallo mensen van Dusdavond Games, we gaan vandaag weer verder met Tokyo Jungle. En we moeten weer gaan overleven, dus we gaan met een nieuw spel, singleplayer. En wij kiezen nu de... Jullie wouden dat, of met de Homo erectus of de panda, dus... Deze heeft veel leven en dit is een panda. Dus ik ga voor de... Het zijn allemaal grazers, ik ga voor de panda. Het is een fucking panda en ik ben net 2NF. Ik kom dieren redden. Ik ga juist het tegenovergestelde doen. Ik ga dieren uitroeien. Panda. Jij en ik, wij gaan het... Oh, wat? Hij loopt nog best wel episch. Oh, wat? Cool. Panda's kunnen staan. Tada. Perfect girl. Yeah. Ga je mij aanvallen, stom konijn? Ik eet je gewoon lekker op. Ik kan je niet opeten, wat? Wat? Is dat... Wat? Ik dacht echt... Panda's. Wat? Dit is zeg maar een hele spoiler voor mij. Ik had echt verwacht dat de panda dieren zou eten. Ook al eet hij bamboe, dat moet ik wel toegeven. Hij eet bamboe, dus... Het zou wel logisch zijn geweest, maar alsnog, ik wil... Ik ben de panda en ik spring, ik ben de panda en ik spring. Oh! 360 panda! Hier, 1 op 1, 360 panda. Wie moet... Wie heeft nou Call of Duty? Fuck Call of Duty. Ik panda jou, 1 op 1. Wat? Eet één keer een paddenstoel, wissel... Ik ga misschien wat challenges doen, ja. Yeah. Misschien krijgen we dan... Hier, beest, je bent dood. De panda is almighty en sterk. Kom, eet. Eet. Om, nom, 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 nom. Jam, jam, jam. Oh, lekker heerlijke plantjes. Hoezo leeft die plant nog zo lang? Oh. Nee, ik wil de challenges eens kijken. Uitdagingen. Eet nog een keer een paddenstoel. Oké. Okay. Paddenstoel. Paddo's. Ik wil Kijk mij, ik ben een beer en ik dans. Het is van mij, duif. Zie je dat? Het is gewoon van mij. Ah, fuck jou, duif. Duif is een irritant. Ik ben een panda en ik loop door Tokyo. Ik spring op auto's en dat is heel normaal. Want ja, ik ben een panda en ik doe het zo. Kijk mij, dit is de panda show. Oh, je bent al dood. Oh, jammer. Ik vond het wel een coole tune hebben. De panda show. Wow, wat? Ik lanceerde gewoon dat beest. Wat? Nou, gaan we nou zo doen, hè? Ik wil niet moeilijk doen, konijn, maar... Ik ben een beer. En... Zover ik weet, ben jij gewoon een konijn. Ook al zijn konijnen slim en kunnen ze het van een schildpad winnen. Hoeft niet gelijk te zeggen dat je ook van een panda kan winnen, beest. Want kijk hoe ik vlieg. Ik ben gewoon... Ik ben super panda. Ik ben Panfu de panda. Ja, dat vind ik echt zo'n rotnaam eigenlijk voor hem. Hey, wie ben jij? Jij bent toch Panfu de panda? Ja! Wat? Oh, zo fucking droog. Je lanceert gewoon die beest als een motherfucker, zeg. Ik ben een pandabeer. Ik eet planten. En ik lanceer beesten echt als een motherfucker. Oh shit, oh wat? Ja! Onze panda kan kleine pandas krijgen. Ja! Hey, wat? Eeuw, je bent vies! Eeuw, nee! Eeuw, ze is wanhopig! Laat me met rust! Nee, ik heb vlooien! Eeuw! Ik ben vies. Godverdamme, bedankt. Ik heb vlooien. Eeuw, ik heb vlooien. Dan moet ik vlooienpoeder zoeken. Ga toch weg, jeez. Laat me met rust. Een panda wil ook rust hebben. En een big wil me dood. Maar we gaan die chips stelen. Eeuw, ik wil water drinken. De vlooien zijn weg. Oké, weg.
Oeh, chip, chip, chip. Nee, weg, weg. Kst. Ik wil geen vlooien, ik wil geen vlooien, ik wil geen vlooien. Ik wil geen vlooien, ik wil geen vlooien. Ik wil geen vlooien. Ga weg. Ga weg, ga weg. Wanhopig. Koe, val aan. Beschermen. We zijn beergenoten. Vieze dieren trekken naar Shibebos. Nee, ga weg, ga weg. Go, go. Waarom blijft ze? Internetpost. Oké, cool. Ga weg, beest. Jeez, wanneer gaat zij weg? Als het gaat regenen of zo? Dus dat is zo van de relaties over, einde. Ah. Nee, ze kan ook springen. Advertentie. Ah nee, ga weg. Wat? Hoezo sla ik ineens? Waarom gaat ze? Ah ja, hond, pak ze! Pak ze! Yes! Val aan! Dit is sneller. Oh mijn god, ze gaat gewoon ook niet weg, hè? Nee, nee, hond. Korte leven duurt. Ja, fuck dat. Ah, wijk. Oh, wat. Golden Retriever is weg. Ik heb echt honger. Ik ga dood. En er is gewoon 0,0 food hier. Ga naar de Shibui buitenwijk. Oh, snap. Hier leeft... Ah, konijn. Val me aan. Val eraan. Niet mij, maar... Ik ben dood. Bedankt, stombeest. Bedankt. Door jou was ik afgeleid. Jongens, voor de personen die ook het spel hebben. Laat graag in de reacties achter hoe ik van die vlooie beesten af moet komen. Of ik een scheet moet laten of gewoon moet zeggen van eeuw, nee. Maar ja, hierbij laat ik het. Ik ga in de volgende aflevering gaan we verder met het verhaal. Ik vond de panda wel leuk. Panda heeft wel potentieel iets. Kan tenminste voortplanten uiteindelijk. Dan niet met rare... Gekke panda's die vlooien hebben en die me lastigvallen. Stalkers heet zoiets. Maar gewoon serieuze panda's. Dat zou wel leuk zijn. En ja, ik hoop dat jullie een duimpje omhoog doen. Vergeet niet te abonneren op Dus David Games en mijn kanaal. Nou, het hoeft niet. Is wel leuk, maar... Ik verplicht jullie niks. Ik vind het trouwens wel altijd leuk dat mensen echt serie waarderen. Daarom ga ik gewoon... Oké, na de vakantie proberen om de dag te uploaden. Hé, daar lig ik! Maar dan als pop. En ben ik van plastic. En ik sta 16.642ste. Nice! Dus mensen, ik ga zo meteen het verhaal weer... Hey, misschien kunnen we kijken met wie we het verhaal nu gaan doen. Oh, oeh! Hierbij moet ik een naam gaan zoeken uit de aflevering hiervoor. Moet ik even een naam gaan zoeken. Dus mensen, ik bedank jullie voor het kijken en ik zie jullie in de volgende aflevering. Doei!